En dan nu? Hallo kijkers. Ik word op dit moment gefilmd door de camera in mijn laptop. Die dan weer gefilmd wordt door de camera die ik in mijn hand heb. Kijk, als ik die, laat ik jullie dit zien, dan krijgen we een camera in een camera verhaal, ziet u? Apart, hè? Ik zie wat jij niet ziet. Hallo kijkers, u denkt dat u weet wat u ziet. Helaas is dat niet zo. U kijkt naar de opnames van een camera die een camera aan het filmen is. Die daarnaast weer een beeld aan het filmen is. Zo houden we elkaar een beetje lekker in de gaten. Kijk. Zo kan het ook, hè? Wij gaan zo draaien. Heeft u meteen een kijkje in mijn huiskamer? Waar ik met u over wilde hebben, is de inzet van de camera's bij bijstandsfraude. Dat mag helemaal niet. Hebben we nu wel een protocol voor dat wel kan gebeuren, maar dat is dan al goedgekeurd. Omdat de ambtenaren die dat moeten controleren fysieke problemen krijgen als ze daar aan de deur gaan staan om bewijsmateriaal te gaan verzamelen. Wat het op neerkomt is dat er een auto in de straat gezet wordt voor iemand die gaat kijken of je wel samenwoont. Ze controleren toch al, zal ik maar zeggen. En die worden dan bedreigd. Dan denk ik van, als iemand dat doet, hebben we de politie voor, die kunnen we dan eens lang sturen en daar eens even mee laten praten, dat het ophoudt. Daar hebben we echt geen camera voor nodig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Die daarnaast weer een beeld aan het filmen is. Zo houden we elkaar een beetje lekker in de gaten. Kijk.